You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't new get money. You far, too far. Hey, rich boy, spell it quick, quick. Niggas wanna check, shit tight, no slick. Just bought a Cadillac, put some D's on that bitch. Just bought a Cadillac, put some D's on that bitch. Just bought a Cadillac, rich boy, spell it quick, quick. Niggas wanna check, shit tight, no slick. Just bought a Cadillac, put some D's on that bitch. Just bought a Cadillac, put some D's on that bitch. Goedemiddag, ik ben Petra van den Hoek van We Love Misses. We zijn hier te gast op de casting van Extra Large Models Agency. Vandaag vindt deze plaats in Antwerpen bij Berens Classic Division. We staan hier naast deze mooie, unieke Bugatti, waar slechts één model werd van gemaakt. En geloof het of niet, maar de laatste eigenaar was Nicolas Cage. Alleen al het idee dat Nicolas met deze auto gereden heeft, brengt mij volledig tot vervoering. Ik kan er zelfs niet meer van praten. Dag Sheila, vertel eens wat meer over jezelf. Ik ben Sheila, ben 34 jaar en ben afkomstig uit Blankenbergen. Wat maakt dat je naar deze casting gekomen bent? Wel, in 2009 heb ik meegedaan aan Miss Maxi Belgium. Ben ik tot in de finales geraakt en ondertussen ook een keer een paar fotoshoots gehad en catwalks gedaan. En dat kriebelde te veel, dus toen zag ik die oproep en mij ingeschreven ervoor. En ga je ook meedoen aan de wedstrijd of heb je enkel ingeschreven voor het modellenbureau? Nee, aan de wedstrijd. Dus we gaan ervoor. Ik wens jou ongelooflijk veel succes en we zien jou wel, hè? Absoluut. Op de wedstrijd. Dag. Dag. Dag Willemijn, vertel eens wat meer over jezelf. Ik ben Willemijn, ik ben 22 jaar oud. Ik kom uit Oldgersplaat. Het is een klein dorpje op Vlakke, Vlakke noemen ze dat. Groeien over Vlakke. Is bij Zeeland in de buurt. Ik ben eigenlijk hierheen gekomen om een casting mee te maken. En ik was heel benieuwd hoe dat allemaal ging. Ik doe niet mee met de modellenwedstrijd helaas. En dat is eigenlijk meer eigenlijk omdat ik vorig jaar ook aan de Miss Plus Size verkiezing heb meegedaan. En ik ben daar helaas wel vierde geworden, maar op zich ben ik er heel erg blij mee. Ja. Het was een fijne ervaring dan toch, meedoen aan die verkiezing? Ja, zeker. Dat was het zeker. Want vroeger was ik ook heel erg onzeker over mezelf. En daardoor heb ik echt wel zelfvertrouwen gekregen. En daardoor voel ik me gewoon goed. En daardoor ben ik ook het werk gaan doen. En wat hoop je er nu uit te halen? Het is dus enkel voor het modellenbureau dat je meedoet. Dus het is voor jou belangrijk om meer opdrachten te krijgen? Het is eigenlijk ook meer, ja, dat ik meer werk ga krijgen daarin. En ik ben gewoon benieuwd wat voor klanten en wat je weer gaat meemaken daarin. Wat doe je het liefst? Shows? Lopen? Of fotoshoots? Allebei. Ik vind fotoshoots het allermeeste wel. Gewoon echt bij me aansluiten. Maar ik ga aanstaande mei ga ik met Libelle Zomerweek meedoen. Dan ben ik een van de vier volslankmodellen, zeg maar gezegd, voor de grote maten. Dus ja, het is echt wel een uitdaging. Het is wel een week lang gaan lopen daarvoor. Dus ik ben benieuwd. Zou je het andere volslanke dames aanraden om aan zo'n casting mee te doen? Jazeker, het is echt gewoon goed voor jezelf. Je gaat je echt goed voelen en ook met de mensen waar je mee gaat werken. En het is gewoon een soort van een boost voor je eigenlijk. Gewoon goed, ja. Heel hartelijk bedankt en misschien tot nog eens, hè? Ja, jullie ook bedankt. Voilà. Goed. Dag Katrien, stel jezelf eens even voor. Ik ben Katrien Jansen, ik kom uit Bilzen. Ik ben 31 jaar en ik ben heel geïnteresseerd door de natuur. Dat is ook mijn job, dus... Je bent hier vandaag op de casting van XL Models Agency. Hoe komt het dat je hier naartoe gekomen bent? Ik had zo'n oproep gezien op de website en ik vond het wel een hele uitdaging om vooral aan mijn zelfvertrouwen te werken en er iets te kijken hoe ver ik raak en wat dat juist allemaal inhoudt. Heb je je enkel voor het modellenbureau ingeschreven of ook voor de wedstrijd? Alleen voor de wedstrijd eigenlijk. Ja, echt voor eens ervaring op te doen en tips te leren kennen en zo van die dingen. Oké, ik wens jou dan nog heel veel succes en tot de volgende keer misschien. Okay,
gitaren hier mogen profiteren van deze mooie ruimtes met oldtimers, heb ik ervan geprofiteerd opnieuw om naast deze fantastische andere Bugatti te staan, Le Patron. Waarom heeft hij deze mooie naam? Omdat de werknemers van Bugatti, toen hij gemaakt werd, een staking hadden op touw gezet. En omdat ze zich daar zo slecht bij voelden, zijn ze na hun uren deze auto gaan bouwen voor hun baas. Vandaar de naam. Nu, deze auto werd door Bugatti ook gebruikt om al hun nieuwe technologieën op uit te testen. Dus dit beestje rijdt zomaar eventjes 240 km per uur. Dag Céline, stel jezelf eens even voor. Ik ben Céline, ben 20 jaar oud. Ik woon in Temse. Ik speel piano en contrabas. Je bent hier vandaag op de casting van XL Models Agency. Hoe komt het dat je naar hier gekomen bent, naar het Antwerpse? Ik werd gevraagd door een van de medewerkers van de organisatie. En ja, ik voelde mij wel vereerd en ik dacht, goh, ik heb wel zin in een nieuw avontuur. Een nieuw avontuur? Dat wil dus zeggen dat het niet de eerste keer is dat je zoiets meegedaan hebt. Nee, inderdaad. Ik heb 4 jaar geleden meegedaan aan een plusmodel en ik ben toen tot in de finale geraakt. Hoe was het voor jou om toen 4 jaar geleden aan een dergelijke verkiezing mee te doen? Goh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik vond dat heel spannend eigenlijk, omdat ik daar totaal nog geen ervaring mee had. Maar uiteindelijk is dat heel goed uitgedraaid. Ik voelde mezelf zekerder na de verkiezing. Ik heb heel veel bijgeleerd. Wat vind je het leukst? Fotoshoots of modellenlopen, catwalk? Vooral fotoshoots eigenlijk. En wat vind je daar zo leuk aan? Ik vind dat leuk om geschminkt te worden, dan, dat mijn haar zo mooi gedaan wordt. En dan ook dat er zoveel variatie mogelijk is in shoots eigenlijk. Dat vind ik er juist zo leuk aan. Ik vind catwalk iets beangstigender, omdat er dan zoveel mensen kijken eigenlijk. Oké, heb je nu ingeschreven terug voor de wedstrijd of enkel en alleen voor het modellenbureau? Ik heb mij ingeschreven voor de wedstrijd. Ik wens je dan heel veel succes met je wedstrijd en waarschijnlijk tot ziens. Hè? Nee, dank je wel. Dag Odi, stel jezelf eens even voor. Ik ben Odi, ik ben zelfstandige in de modebranche. Als 35 jaar, ik ben senior. ik zou graag een beetje defileren, fotomodel maken nog in mijn tijd nu. En dat is de reden waarom dat je naar deze casting gekomen bent? C'est ça. Ik ben nu hier met Hilde. In contact, we zijn al in contact doordat we dezelfde job doen. Ik zou graag, maar ik ben al in de halve finale al voor de modellen. En dan zullen we zien of ik een kans heb van toch daarin te blijven of niet. Hè. We zullen zien. En doe je ook mee aan de wedstrijd of enkel ingeschreven voor het modellenbureau? Ook in mei, de wedstrijd en dan verder. Hè. We zullen zien wat alles mogelijk is, want ik moet nog een beetje werken. En intussen doe ik dat ook mee. Heb je vroeger al als model dergelijke gedaan of catwalks gedaan? Niet dadelijk, maar ik heb veel défilé al gedaan. En nu doe ik ook nog soms voor een paar klanten, voor big size. Natuurlijk, ik ben niet echt big size, maar ik heb toch 46. En dat vind ik, dat is... Ik heb zo graag doen, dat is fantastisch. Ik vind dat zo... Een tweede jeugd. Een tweede jeugd, voilà. En dat is ook een droom. Ik heb ook spektakel gedaan met kinderen in Afrika. En dat was ook heel plezant voor dat te doen. Dus ook al lang geleden. Maar voor de rest, ja. Voilà. Ik wens jou heel veel succes. En waarschijnlijk zullen we elkaar nog terug. Even een bedankt. Dag Stefanie, stel eens even voor. Ik ben de Stefanie Nuitens, ik ben 28 jaar en ik woon in Moorselen. Hoe komt het dat we jou vandaag hier tegenkomen op deze casting bij XL Models Agency? Mijn man is eigenlijk de huisfotograaf van de verkiezing en ik help mee in zaken defileerlessen en al. En bij de casting zelf ben ik ook aanwezig, dus ik heb mij ingeschreven voor de database en voor het gezicht van de wedstrijd. Dus toch nog ambities om het gezicht van de site te worden? Ja,
dat is iets dat ik toch wel heel graag zou willen. Ja, hoe komt het dat je zo gebeten bent om hier modelopleiding te geven? In 2011 heb ik deelgenomen aan Miss Maxi Belgium. Heb ik ook de regionale Miss Maxi West-Vlaanderen gewonnen. En ben ik ook Miss Sympathie geworden in de finale. Daardoor heb ik ook redelijk wat modeshows al gelopen. En dat blijft er toch in zitten. Zo dat gevoel van, dat is iets dat ik echt heel graag doe. En ja. Wat doet dat met een mens? Zo modeshows lopen en meedoen aan zo'n wedstrijd. En dan ook nog een prijs winnen. Ja, uw zelfvertrouwen krijgt er wel een serieuze boost door. Ik had wel al wat zelfvertrouwen. Ik had niet zo'n goed zelfbeeld. Dat is echt wel serieus opgekrikt geweest, ook door de fotoshoots, catwalk. Gewoon door alles van, kijk, je staat er. Je bent mooi zoals je bent, ook al zij de plus size. Je bent mooi, geloof dat ook maar. En dat gevoel krijg je wel. Dus het geeft u een serieuze boost. Je zou het dus zeker aanraden aan andere volslanke dames om zo eens een uitdaging aan te gaan. Ja, zeker. Ik heb vorig jaar ook meegedaan in Nederland met een verkiezing. Jammer genoeg niet gewonnen, maar dat was ook terug dezelfde kriebels die bleven. Dus... Wat vind je zelf het leukst? Een fotoshoot of catwalk? Catwalk, zeker en vast. Ja, toch wel. Waarom? Ja, nee, gewoon dat gevoel dat je daar staat, mocht die kleren showen, je wordt gemaquilleerd, je haar wordt gedaan. Ja, met een fotoshoot heb je dat ook wel, maar een fotoshoot is een momentopname. En met een catwalk heb je echt zo een moment. Uw moment om te stralen. Ja, inderdaad. Ik wens jou heel veel succes en we zullen elkaar zeker in de toekomst nog tegenkomen. Number two, do the damn thing. Keeps on my neck, pocket full of bitten frames. When I'm in the mall, hoes just pause. I pop a few tags, give me that on the wall. Time to flip the work, make the block bump. Boys in the hood, call me Black Donald Trump. Dope boy magic, 7 days a week. Number one record, longest MIDI on the beat. Who do I think they like me? Better yet, I know. Lights, camera, action when I walk through the door.